Duitse gasten, want er zijn hier nog mensen bij die zijn achter de schermen nog heel even snel hun Duits aan het bijspijken. Ja, goed, Kevin. Hoe gaat het met je? Ja, eigenlijk super goed, Ad. Ik ben blij om hier weer te zijn. Het is een hele tijd geleden. Ja, hè? Jaar of 3, 4? Ja, 2012 was mijn eerste keer eigenlijk dat ik hier kwam. En eigenlijk ook de laatste keer in de studio. Daarna ben ik nog een keer geweest. Ja? Maar eigenlijk is het toch 2 jaartjes, 3 jaartjes geleden inderdaad. Ja, maar daarna was voor een andere reden, hè, dat je hier was. Ja, dat was voor een feest iets, ja. Inderdaad. Wat jullie zeg maar morgen eigenlijk ook hebben. Ja, 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 ja. Goed, Kevin. Dankjewel. Zo. Ja, daar hebben we de techneut voor, hè? Ja, die hangt weer. Ja, die hangt weer. Kevin, nou maak je Nederlandstalige platen. Nou woon je in Oost-Nederland. In, ik weet niet. Ja. Limburg is dat. Limburg. Ja, Oost, ja. Ja, nou. Ja, goed. Limburg is Limburg. Ja. Ja. Oost, ja. Het zit er tegenaan. Zuidoost. Ja, laten we het daarop houden. Ja. Nou maak je Nederlandse liederen in het Nederlands, algemeen beschaafd Nederlands. Nooit gedacht om een Limburgse plaat te maken in het Limburgs? Nou, ik zou eigenlijk... Zo schön als Limburg is. Zo schön als Limburg is. Nou, eigenlijk is het zo dat ik ben begonnen met Limburgs. Alleen dat weten heel veel mensen weten dat niet. Ik weet wel. Oh, toch? Ja. Maar goed, ik zit ook al heel vaak lang op deze stoel, toch? Ja, ja, dat is zo. Dat is zo. Bijna een jubileum, denk ik, toch? Oh, dat heb ik al gehad. Oh. Maar niemand heeft dat gemerkt, waarschijnlijk. Nee, maar het is inderdaad, ik ben begonnen met Limburgstalig eigenlijk. En dat was eigenlijk meer omdat ik wilde graag zingen, ik wilde zanger worden. En daardoor kreeg ik de kans om in het Limburgs liedjes te maken. En ja, of dat dan in het Limburgs was, dat maakte mij in die tijd niet zoveel uit. Het was wel dat ik daarna dacht van, ja, ik doe nu wel Limburgs. Dat past eigenlijk niet zo goed bij wat ik wil. Want nee. ik wilde gewoon Nederlandstalig. Bij ons staat altijd de radio aan met Nederlandstalige muziek. En ik vind, je moet iets doen waar je achter staat. En ik vind, ja, ik kan wel Limburg zingen, maar mensen zien aan mij als ik het zelf niet leuk vind. En daardoor ben ik inderdaad overgestapt naar Nederlandstalig. Mm-hmm. Heb ik eigenlijk jaren heb ik eigenlijk optredens gedaan hier en daar en singeltjes in eigen beheer. En nu sinds de laatste paar jaren word ik begeleid inderdaad door mijn producer en een platenmaatschappij. Ja, en hoe kom je dan aan zo'n producer? Nou, eigenlijk was het zo dat ik had al verschillende liedjes gemaakt met Frank van Etten onder andere. En eigenlijk was het zo dat Harold Verwoerd, ook wel bekend in een bepaalde wereld, Die maakte dus mijn liedjes en daarmee raakte ik eigenlijk bevriend. Eigenlijk, ik had gewoon mailcontact. En zodoende nodigde hij mij uit en zo zijn we bevriend geraakt. Hij coacht me al met zangles vanaf 2013. En eigenlijk na het nummer van Frank van Etten zei hij, weet je wat, we gaan gewoon een eigen sound creëren. Een zomersound, een beetje fris, een beetje jong wat bij je past. En we gaan gewoon die nummers produceren en we gaan dat gewoon doen. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja. Nou heb je een nieuwe plaat gemaakt, Kevin. Ja. Vergeet nu al je zorgen. Kom vergeet al je zorgen. Het is af en toe moet je er eventjes aan denken. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer toen ik de titel uitsprak, toen zat ik er ook eventjes naast. Maar inderdaad, het is ook weer... Eigenlijk wat de mensen de laatste jaren van me gewend zijn. Een beetje een uptempo, een beetje een zomers plaatje. Maar dan gewoon in februari. Ik vind dat moet gewoon kunnen. Waarom maak je dan in februari zo'n plaat? Heb je zoveel zorgen dan? Nee, ik heb niet zoveel zorgen. Ik heb wel zorgen gehad. Die heeft iedereen. Maar ik heb dit plaatje gemaakt. Omdat ik gewoon aan iedereen wil laten zien. Dat wat je ook doet en wat mensen ook zeggen... Je moet je nooit tegen laten houden en je moet altijd je eigen gevoel volgen en je eigen droom. Want daardoor kom je ver en dat is ook de reden waarom ik nu mijn singles kan maken. En ik ben daar gewoon super trots op en ik vind ook dat, dat artiesten mensen moeten laten lachen. Ik moet mensen hun zorgen wegnemen bij een feest. En ik moet, ja, dat vind ik dat bij een artiest hoort. Ja. En zodoende heb ik ook Kom Vergeet Al Je Zorgen gemaakt. We gaan luisteren naar jouw nieuwe plaat, jouw nieuwe single.
kom, vergeet nu al je zorgen. Wat ga je hierna doen dan? Sowieso ga ik weer met wat nieuws beginnen. Want ik vind het sowieso belangrijk nu. Dit plaatje, dit scoort erg goed. Binnen 2 weken had ik 5000 views. En ik sloeg achterover. Want dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Nee. Dus ik ga hierna gaan we verder met een plaatje. Er liggen 2 plaatjes op de stapel. Eentje die wordt dus in de zomer uitgebracht. Een heel leuk nummer, maar ietsjes anders. En eigenlijk na de zomer gaan we een samenwerking aan met Kees Tel. Ook wel een bekende. Kees Tel gaan we echt knallen, zeg maar. Daar gaan we echt een feest maken, ja. En dat in het najaar. Dus ik denk dat 2016 een heel goed jaar voor mij wordt, ja. Kevin, ik stel voor dat wij gewoon eens gaan luisteren naar die nieuwe plaat van jou. Kom, ja. Vergeet nu al je zorgen. Dat is goed.